Vorige week in het Kurhaus. Juist, omdat ik ook af en toe aan de telefoonstralen zit. Then, then comes the Lord. Ik ben assistent executive housekeeper, wat betekent dat ik de assistent ben van het hoofdhuishouding. Waar lag dit? Oké. Eén ding, we zullen je missen. Als je wakker wordt, kom je opzoeken. Goed. Dat vind ik wel. En die ook. Yep. Nou, daar gaan we. Dat is goed. Het vijfsterrengevoel van mij. Vijf sterren, twee of vier sterren. Om een vijfsterrengevoel praat je over pure luxe. Ja, het Kurhaus-gevoel is een stuk trots. De gast proberen zo goed mogelijk te helpen. Ja, dat moet er gewoon uitblinken. Extra service. We zorgen dat mensen tevreden blijven. Kleine details te letten. Een luxe omgeving. Dus het heeft iets magisch. Geen meer cachet. Dat is denk ik het goede woord. Net ietsje beter dan ergens anders. En soms lukt dat en soms lukt het ook niet. De ochtend van eerste kerstdag. Weinig mensen van het Kurhaus kunnen alle kerstdagen thuis vieren. De meeste hotelkamers zijn bezet. De koks moeten de kerstmenu's voorbereiden. En ook Adriaan is alleen deze ochtend vrij. Adriaan is bagagist. De man die voor de hotelgasten de bagage naar de kamers brengt. Niet echt mijn favoriete bezigheid. Maar ja, ik kan natuurlijk niet met ongestreken kleren gaan lopen. Van op kerstmis. En dan gisteren nog even naar de nachtmis geweest met moeders. Had ook zo'n traditie. 24 december 's avonds en dan met mijn moeder naar de kerstmis. Wie niet mee wil, mag mee. Maar mijn moeder en ik gaan altijd. Daar hebben ze allemaal niks mee te maken, dus dat kijk, deze kan al gehad. Nee. De keuken van het Kurhaus is op dat moment al vol in bedrijf. Kerstontbijten, kerstlunches en de kerstdiners moeten worden voorbereid en klaargemaakt. Voor de chefs is een kerstdiner een prestigekwestie. Maar ook het andere werk gaat door. Een koppel komt op eerste kerstdag hun aanstaande bruiloft regelen. Hallo. Goedemorgen. Thanks, Lars. Deze wakker. Oh, sorry. Stijn Hofstede. Dag. Lisa. Dag. Gaan we eerst de kamers bekijken? Ja. Ja. Dan denk ik dat we de bruidsuite als eerste pakken. Dit is de bruidsuite. Ja, dat is heel mooi, heel goed, maar ja. Ik heb geen zin om te verhuizen. Om te verhuizen. Ja, daarom. Maar we blijven hier voor 4 dagen. Ja. Daarom voor ons beter gewoon na een kamer met zee. Met zeezicht. Ja, zicht. Ja. Het is geen probleem. Ja. Mooi. Ik vind het heel mooi. Heel mooi. Als eerlijk zeggen, dat is heel mooi. Het is romantisch, ja. Hè? Heel romantisch, ja, ja. Henk, ik ben niet romantisch. Nee. Ingrid van de personeelskantine moet de kerst doorbrengen in het ziekenhuis. Zij wordt aan haar rug geopereerd. Man en dochter brengen haar weg. Is dat? Dat is de assistent. En die andere is chirurg gezien daar, dokter FMC. Dat is van de Ede. Ingrid heeft het hele jaar al opgezien tegen deze operatie. Ze zal 3 maanden afwezig zijn in het Kurhaus, waar ze door haar collega's nodig gemist wordt. Ze is een soort Kurhausmoeder voor het hele personeel. Hoi, niet die handen. Adriaan heeft thuis een kerstontbijt georganiseerd voor zijn hele familie. Hallo, schatje. Hi. Volle kerstfeest. Hey, tegelijk. Volle kerstfeest. Hey, gozer. Goedemorgen. Nou, al sinds dat ik eigenlijk alleen op vakantie ga eigenlijk, overwaar kom, neem ik gewoon een beker mee. Dus de eerste vraag die mijn moeder stelt als ik terugkom van vakantie is niet hoe was je vakantie, maar hoeveel bekers heb je deze keer bij je? Ik heb er echt heel veel. Dit is Amerika. Ja, ik vind het gewoon leuk om naar Amerika te gaan. Om,
de maffigheid van de Amerikanen echt, dat is ten top. Het, je kan zo gek niet denken of, ja, of het is er, of het kan er, of je het echt. Ja, dat is gewoon een tik van mij, hoor, dat ik blijf staan. Echt, dat is gewoon het werk. Nee, gewoon het werk. Je staat gewoon de hele dag bij het werk. Dan kom ik thuis. En soms trap ik me gewoon erop dat ik gewoon sta te eten. Of ik sta tv te kijken, of ik sta radio te luisteren, of ik sta te lezen. Allemaal zulke dingen. Ik denk, waarom sta ik eigenlijk? Dat is toch echt een bedrijfstik. Gewoon blijven staan. Voor chef-kok Koos is thuis kerstmis vieren ondenkbaar. Niet leuk voor vrouw en kinderen, maar ja. Totaliteit met de kerst hebben wij meer dan 2000 gasten. Dus met koffiedrinkers, gebak, et cetera. 400 ontbijten, 300 en zoveel lunch, 300 zoveel diners. Fantastisch hoor. Men vindt kerst, vindt men een genot om te werken. Ik bedoel, als een kok 2 dagen vrij is met kerstmis, dan heeft hij zoiets gevoel van thuis van, jeetje mina, ja, wat moet ik? Verplichtingen. Eten, drinken, zitten, je bent uit je ritme. En ik zei het net tegen iemand van Bert van Maanen had ik voor 5 jaar geleden 2 dagen vrijgegeven met kerstmis. Die werd gek, die werd gek. En als je nu aan Bertje vraagt van, is vanochtend jou vrijgegeven 2 dagen met kerst, zegt hij nooit. Nooit, kom niet in vragen, 1 dag en 1 dag vrij. Maar meer niet. Dat zijn we niet meer gewend. Het licht even aan. Maar dit aanstaande bruidspaar kon zich alleen eerst de kerstdag vrijmaken voor het bespreken van de bruiloft. Dus ook Stijn en zijn collega moeten vandaag aan het werk. Om het te visualiseren. Dus hebben we verder achter in de zaal doen. Dat entertainment wel vooraan speelt. Dus dat iedereen wel goed het entertainment ziet. De dansvloer vooraan is. En waar is de eind? In het ziekenhuis kruipen voor Ingrid de minuten maar moeizaam voorbij. Ga ik eerst wat vragen met u doornemen. Ja. En dan, daarna ga ik u wat meer vertellen over de operatie. Ik weet nog niet hoe laat u geopereerd wordt, nee. Want dat komt meestal rond 11:30 op het programma. Dus dat weet ik dan over een half uurtje ongeveer. Dus dan voor u ook handig om te weten. Duurt het lang, die operatie eigenlijk? Ik sta er wel een paar uur mee bezig, ja. Een paar uur? Ja. Nou, een paar uur is 2, dus dat valt mee, hè? Ja, nou ja. dat duurt het zeker wel, ja. Was u al eens eerder opgenomen geweest in het Rode Kruis? Nee, nooit in het Rode Kruis. Nee. We gaan, nou, ik wist natuurlijk wel dat die wervels vastgezet zouden worden met stukjes staal en schroefjes. Ja. En nou, dat 3 dagen veel pijn zou hebben. De 4e dag leer ik opnieuw te lopen, zo heb ik dat verteld. En of na de operatie gelijk wordt er een katheter en een corset, wat ze dan aanmeten vandaag. Ja. Ja, dat gaat gelijk om me heen of hoe dan wat. Ook Iris, assistent hoofdhuishoudelijke dienst, is op deze kerstdag aan het werk. Dit is een bruidssuite, maar ik zie dat ze hem niet zo echt netjes achter hebben gelaten. Niet echt strak. Dit is vandaag, wordt hier niet bezet, maar zetten we hem hier als rondleidingkamer. 7 dagen geleden of zo is er iemand uitgecheckt. En dat vond ik echt heel vies. Daar lagen, je hebt 2 soorten smerig. Hè? Je hebt de smerig van de vieze, de mannen die dus de vrouwen laten komen of gewoon het zelf mee hebben genomen. Van je denkt, nou ruim je de spullen op als je klaar bent. En je hebt mensen die gewoon echt vies zijn. Die gewoon denken van, ik ben in een hotel, ik betaal ervoor, dus ik mag alles op de grond gooien. Letterlijk ook alles. Potjes jam leeg gegooid. Overal, als je een gordijn wegtrekt, dan ligt er allemaal viezigheid. Je gelooft het niet. Asbakken, prullenbakken. Nou, dat heb ik nooit, maar dat weet ik zeker dat ook wel eens is gebeurd. Een telefoon, dat die gewoon afgesneden wordt. Oh, is wel leuk. Badjassen, kijk, die zijn natuurlijk best prijzig. Die nemen mensen mee, badlakens, dat sowieso. Maar dat zijn de normale dingen. Nou, dan komen we hier op de kamer en dan hebben mensen echt geprobeerd om ze eraf te halen. Of soms zijn ze gewoon weg. En dan denk ik echt van, ja, waar ben je mee bezig? Schelpen. Die bewaren we onder. Dat heb ik 20 jaar geleden ook van mijn eerste chef-kok geleerd, hè?
pak je het dunne schaartje van de kreeft. Ja. Dan heb je zo'n sprietje nodig, hier. Van de voorkant, van zijn koppie. Kijk. Wat heb jij nodig? Ja? Het rechtse stukje. En het linkse stukje, kijk. Hier even een gaatje in. Dat is kalk, hè. Moet je gewoon even een beetje inboren, zie. Houd het prikkertje door het gaatje heen. Vleugeltje, ja. Dan heb je dus een Zuid-Afrikaanse roodgerande moerasvlinder. Zie, kan je zo voor decoratie gebruiken. Je moet altijd in je achterhoofd houden bij dit soort jongens dat het leerlingen zijn die net beginnen. Ja, dus daar kan je niet zo streng tegen zijn en niet zoveel eisend van zijn als een volwaardig chef de partie of zo bijvoorbeeld. Daar mag je wat van verwachten. Kijk, de kokswereld is toch ten eerste wel een beetje een mannenwereld. Alleen de vrouwen zijn wel in opkomst. Wij hebben nu toevallig één meisje. Vorig jaar hadden we er twee. Volgende week hebben we er eentje aangenomen. Dus volgende week hebben we weer twee vrouwen in de keuken. Volgende 1 januari. Je komt er steeds meer tegen, maar het is in principe vanaf het begin eigenlijk ja, toch wel een beetje... Ik hoop niet dat ik iemand voor de borst uit, maar toch in principe wel een mannenwereld. Ja, bedankt. Advies. Ja. Stijn neemt afscheid van het aanstaande bruidspaar. Papieren van u? Ja? Ja, absoluut. Ik was ermee bezig, dus als het laat wordt, zit ik er anders wel op de vakverzekering. Ja. Als het niet duidelijk kan, we meteen weer zijn bereikbaar. Ja, oh, perfect. Goed. Hey, tot ziens. Hè? Tot veilige ziens. Reis. Tot ziens. In het ziekenhuis neemt Ingrid afscheid van man en dochter. Haar uur u komt angstwekkend dichtbij. Nou, dat krijg je het, hoor. Tot ze gaan niet huilen. Ja, nee. Tot vanavond. Nou. Tot vanavond. Tot vanavond. Ja, dames. Dag. Nog even een vuist maken. Meestal gaat hij als ik zeg, mag hier. Maar... Nu even de andere kant op kijken, Ingrid, en niet flauwvallen. De narcose moet morgen vroeg pas ingaan. Nog even drukken. Nog even op het watje drukken. Sorry. Ik ben mevrouw Sint-Nicolaas. Dag. Ja, die zit met de rug naar haar toe. Ja, ik kom straks wel. Die zit met de rug. Nee, het is niet net. Ik kom straks even gedag zeggen. Het is leuk om ze te zien en een hand te geven. En ik sta er en opeens komen er opeens 5 auto's voorrijden met politie en alles. Ik zeg tegen. Ik kijk, komt echt Gorbachev eruit? En reizen en ik sta daar en hij komt door de draaideur en opeens dorpje en geef een hand en nog mijn collega en denk ik heb mijn hand verkopen van Gorbachev ik denk ik blijf eventjes naar binnen ja dat kan je allemaal nou ik zie het gezellig hoor hey. Hij maakt het altijd even gezellig altijd hè. Voor een jongen alleen is dat geweldig hoor. Moeder zeggen dat ze leuk, hè? Ja, maar het is ook zo. Ja, hij doet dat zo ieder jaar. En dan denk ik wel eens, hij is maar alleen. Hij doet het toch allemaal gezellig maken. Heel leuk. Waarom niet? Ja. Ik vond het allemaal wel heel erg leuk. Want mijn vader die heeft daar 45 jaar gewerkt. Dus ik zei, joh, opa, je opa die heeft er ook gewerkt. Ik zeg, dan moet je gaan solliciteren. Dat is hartstikke leuk. Je ziet veel mensen, je ziet bekende mensen. Vroeger was het heel erg ondeugend. Maar het is nou echt mijn liefste kind. Nou, je ziet het, hij heeft het hartstikke gezellig zo, hè? Heerlijk. Adriaan en zijn moeder hebben het gezellig. Maar bij Ingrid wil het met de kerstsfeer maar niet vlotten. Ik sta maar zo'n puur. Ja. Oh, dat valt wel mee. Ja? Ja, 150,95. Dat is hard. Gelukkig. Want ik heb die plastbladjes dus niet meer ingenomen. Nee. Ja, dat is mooi. Ja. Dag, mevrouw. Ik ben mevrouw Sint-Nicolaas. Ja, dat had ik inmiddels ja. Heb je wel gehoord, hè? Dag, mevrouw. Ik ben ook wel op aangenaam, hoor. Neem niet kwalijk, hoor. Nee, hoor. Geef niet, hoor. Ik heb ze overal gezien. Wat gaan ze met u doen? Wat ze met mij gaan doen? Ze gaan een paar wervels vastzetten met stukjes staan. Oh,
Met schroefjes, dat gaan ze doen met me. Prachtig. Nou, maar ja. Ik heb een nieuwe heup gekregen. Oh. Schitterend. Ja? Ja, oh, buiten gewoon. Ja? Buiten. Ik mag al vrijdag weer naar huis. Oh, dat is snel. Ja, ja, het is hier prima. Hoor. Ja, oh, dat geloof ik best fantastisch. Wel. Fantastisch. Nou, het is open. Ingrid is bang en nerveus. Liever zou ze nu in het koerhuis zijn. Als u wilt de wijn parkeren, dan kan dat. U kunt hem ook zelf parkeren, als u wilt. Ook voor Adriaan is de werkdag nu aangebroken. En het is meteen een drukte van belang. Hartstikke druk. Bagage. Zullen jullie nu wel hooi weihnachten? Die ding is lukt. Weer geen kras erop. Jammer. Goedemiddag en een vrolijk kerstfeest. Feliz Navidad. Goedemiddag, man. Wat gaat er weer? Ja, ik had hier een kamer besproken. Insteken en uithalen. Goedemiddag. Tom Pasco. Ja. Tot ziens voor de service. Best wel blij. Dank u wel. Alsjeblieft. Goeiedag en een vrolijk kerstfeest. En dan vragen ze nog hoe het komt dat je zo dun blijft. Nou, Het programma is net doorgekomen. Meteen om 5 uur die bouillon. Veel mensen vinden een verblijf in het luxueuze koerhuis het summum van kerstromantiek. Minder romantisch is het voor de koks. Het is gewoon keihard werken. Dan tussen meteen aansluitend op de bouillon het koud warm buttergarnituur. 6:30, koud en warm open. Ja, dus dat wil zeggen 6 uur bouwen. 5 uur de bouillon, tussendoor een paar man buttergarnituur doen. Het volgende gaat gebeuren. Je moet dus nuchter blijven vanaf vanavond 12 uur. Ja. Dan krijgt u morgenochtend een 30 minuten voor begin van de operatie een prik. Ja. Die zorgt ervoor dat u alvast een beetje pijnbestrijding hebt en een beetje suf wordt. Dat u dus een beetje slaapt, half slaapt. Ja, dat is mooi, want dat vond ik altijd het ergste eigenlijk. Ja. En na de operatie bent u nog ongeveer een uur, anderhalf uur op de verkoever. Waar u voortreffelijk bewaakt wordt. En dan komt u weer terug naar de afdeling. Ja? Ja, heeft u verder nog vragen? Nee, eigenlijk niet. Oh, heb je die auto al aangenomen van meneer Breuker? Ik heb die auto aangenomen van meneer Breuker. Zeg je al de kamer? Dat heb ik al gedaan. Ja? Oké, is meneer Breuker naar de kamer toe? Ik denk dat die auto even aan. Oh, wat fijn. Alsjeblieft, dank je wel. Zal ik meneer Breuker even helpen dan? Doe dan. Weet jij de koffers van meneer Radix? Ja, één. En waar staat hij? Nou, daar. Tot ziens, een heel fijne dag nog. Jill, 503, 504. 503, 504 en 508. Dankjewel. Meneer en mevrouw Rijks, deze kant alstublieft. Even. Ik ga het nu nog uitpakken. Echt allemaal van die dingen die je vergeet. Dan kom je beneden en denk, hé, er ligt nog een paraplu. Lekker rust dan. Even rust in de lift, hè. Het zal al het enigste even het rustpunt als je even kan staan, even uitrusten. En dan gaan de liften weer open en dan weer diep ademhalen. Captain Banquet Services Jan is de aanvoerder van de zogenaamde Zwarte Brigade. Weer een avondje rock'n'roll. De Zwarte Brigade is geen rock'n'roll band, maar een leger obers en serveersters die alle gasten op deze kerstdag uiterst beschaafd en geweldloos bedienen. Om te voorkomen dat de kleintjes al te veel kerstgebak over mama's nieuwe jurk morsen, is er voor de kinderen een eigen zaaltje en een gediplomeerde kerstman. Vrede op aarde, kijk eens aan. Dat die er helemaal al in gaat bakken. En dan volgt nu een overzichtstentoonstelling van de chef-koks van het Kurhaus en het daarbij behorende Kandinsky-restaurant. Deze kunstmanifestatie duurt helaas maar 2 dagen vanwege de uiterste houdbaarheidsgrens van de kunstwerken. Ook culinaire kunstenaars zijn niet altijd even gemakkelijk. En tussen chef-kok Bert en hoofdbediening Jan sluimert een soort van spanning. Door mensen zonder stijl en klasse, ja, en zonder de nodige kennis, beslist niet laat af zijn.
Geweldig. Ben ik nu gewaarschuwd? Nou, enigszins. U weet wat ik bedoel. Jazeker. Ja? Voor dit jaar zitten meneer Vermaan en ik weer op één lijn. Dank u vriendelijk. Ja? Dat hebben we weer besloten. We zullen het zien, ja? Ja. Laten we allebei op ons eigen winkel. Dat komt er zo meteen aan. He? Ja, dat komt in één keer. Ja? Wie van jullie is nou de baas hier? Het is hier pure anarchie. Daar staat ze. Daar staat ze. En dan? Staat voor 2,5 ton. Dat hangt er vanaf natuurlijk. Dat hangt er vanaf waar, hè? Kijk, hier voorbij dit lijntje. Voorbij dit lijntje komt niemand. Dan ben jij erbij. Ja, of van Noord als iedereen is, of net wie de rest van de chef. Maar... Ja, dus tot daar mogen ze van alles zeggen. Tot aan dat lijntje, daar houdt het op. Ja. Ja, hè? Nou, die driehoek zou normaal gesproken moeten kloppen. Dat is de belangrijkste. Normaal gesproken moet die kloppen. Normaal gesproken moet het ook een gelijkdelige driehoek zijn, hè? Precies. Normaal gesproken. Maar dat geeft een hoop... Er gaat een hoop werk aan te passen om daarvoor te zorgen. Nou, Marietje. Het gaat niet door middel van een paar theoretische cursussen, wat veel mensen denken. Er moet wel een stukje praktijk aan te pas komen. Jij bent meer zo van die meneer die in die zaal, achter in die zaal zat. Ken je die? Nee. Er is een seminar over een seminar aan de gang. Ja. Over hoe vaak mensen het doen. Ja, dus degene die het seminar voorzit, die begint van... En we beginnen met de heren die het één keer in de week doen. En er staan er zo'n stuk of 10, 15 staan erop, weet je wel. Nou, hij begint wat te vertellen en zegt... Ja, nou ga ik naar de heren die het één keer per kwartaal doen. Maar achter in diezelfde is de mannen van... Weet je wel, die zal elke keer omhoog springen. Nou, weer een paar. En op een gegeven moment zegt hij... Nou, ga ik de heren die het één keer per half jaar doen. Ja, nou stonden er nog twee op of zo. En die vent achter in diezelfde stond weer, hè. Die stond weer, hè. En op een gegeven moment zegt hij... Ja, nou, naar de heren... Die het één keer per jaar doen. En hij zegt, ikke. Ja? Heb je hem? Ja, ik heb hem. Bout. Jan zegt wel dat hij de mop begrijpt, maar dan moet hij hem later ook nog maar eens aan de rest van de wereld uitleggen. Jan heeft echter iets anders aan zijn hoofd. Hij probeert voor een paar duizend gulden aan servies te redden. Hij zegt, ikke. Dus die vrouw zegt, nou meneer, dat is heel leuk voor u dat u het één keer per jaar mag doen. Maar hoeft hij niet zo druk om te maken. Hij zegt, ja, maar dat is vandaag. Oh, gelukkig. Nu begrijpen wij hem ook. Wat is dat allemaal scheef? Moeder. Kijk, pannen voelen erbij. Ja, ja, dat gaan we zo even. Ja, mag het klaar, als het klaar is, kun je mee. Ja? Nee, die ene gozer, hè, met die twee borden, hè. Ja. Dan pakt hij wel twee borden, maar hij snapt het nog niet, nee. Hè? Nee, dat gaat hij niet leren. Oh ja, hij snapt het nog niet. Feest, hè, weer. Ja, joh, zo'n bordje. Een groot feest, hè. Dus als je met elkaar afspreekt, we zijn om 9 uur klaar, of we zijn om 10 uur klaar, dan moet dat ook zo zijn. Ijs terug, dat loopt uit. Ja? Want als hij niet op tijd klaar is, dan begrijp je wel wie er dan de sigaar is, hè? Ja. De volgende dag op kantoor, dan ben ik, snap je? Hoe bedoel je? Omdat nou, jij... dan krijg ik als verantwoordelijke natuurlijk de kat mee, hè? Dus als ik met hun afspreek, zo laat zijn we klaar, dan vertrouw ik daarop dat dat gebeurt. Klassieke strijd tussen de zwarte en witte brigade. Maar die moeten ook een beetje strijd. Moeten we ook een beetje erin houden. Zo. Anders wordt het ook allemaal een beetje gezapig. Dan is het allemaal van, kok, kan ik dat meekrijgen? De eerste kerstdag is bijna voorbij. En Ingrid probeert wat te lezen. Om niet aan thuis en haar hond Stoffel te hoeven denken. Die niet begrijpt waarom zijn bazinnetje niet thuis komt deze nacht. Een bonbonnetje voor de vriendin. Collega, het was wel weer een waar genoegen. Hè? Ik zie jou. Ben je morgen? Nee, vrij. Morgen vrij? Nou, ik ben zelfs vrij. Bert en Jan mogen naar huis. Deze kerstdag zit erop. En als een rots, bijna in de branding, blijft het Kurhaus achter in de nacht. Volgende week in het Kurhaus. Ik kom dit dadelijk weer ophalen als de...
Ja, maar ik weet natuurlijk helemaal niks over muziek en zulke dingen. Ik heb zoiets, ik begin er niet aan. Henk, dat is jouw hobby, niet mijn. Ga maar een beetje rustig liggen, hoor. Heb jij geen bloed? Jij ook niet? Ben ik de enige met bloed? Ja, even wennen nog, hè? Ik vind dit ook niks, hoor. Dames en heren, het bruidspaar.